Goedendag, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto van vanochtend half tien zien we nog weinig bewolking boven Nederland. Het was toen op de meeste plaatsen droog. Maar als ik de bewolking in beweging zet, de satellietbeelden, dan zien we dat in de loop van de ochtend er steeds meer stapelwolken ontstaan. En vooral aan het begin van de middag worden ze feller wit... En dat betekent dat er buien tot ontwikkeling kwamen. En dat waren forse buien. We zien dat ook op de radarbeelden. Rond 12 uur ontstaat de eerste boven de Veluwe. en was meteen een zware bui met onweer. En in de uren daarna ontstond er een buienlijn vanaf midden Duitsland tot aan Terschelling. Veel plaatsen onweer. En kijk ook eens naar die hele zware neerslag hier boven de Noordoostpolder. Daar viel in korte tijd flink wat millimeters. Meer dan 10 millimeter. En de trein tussen Zwolle en Dronten kwam stil te staan vanwege blikseminslag. Die felle buien die trekken vanavond geleidelijk weg. Op de meeste plaatsen wordt het dan droog, maar helemaal droog wordt het niet. Een enkele bui blijft nog mogelijk. Temperatuur rond 16 graden halverwege de avond. Ook in de nachtelijke uren op de meeste plaatsen droog. In het zuidwesten is er nog kans op een bui. In het noordoosten kan er mist ontstaan. Temperaturen in de loop van de nacht dalen het naar zo'n 7 graden in Groningen tot 11 graden onder het wolkendek in het zuiden van het land. Morgenochtend breiden de wolken zich vanuit het zuiden richting het noorden uit. Maar zie je niet een gesloten wolkendek voor je? Af en toe breekt ook de zon door, wel minder vaak dan vandaag. Die wolkenvelden trekken dus noordwaarts. En in de loop van de dag loopt de temperatuur natuurlijk op. En dan worden die wolken onstabiel, groeien uit tot buien. Dus morgen in de loop van de dag komen er meer buien. Vooral in de oostelijke provincies, langs de grens met Duitsland, is er kans op onweer. En dat kan op sommige plaatsen best wel weer behoorlijk pittig zijn. Daar ook de hoogste temperaturen 20 21 graden in het oosten, in het westen wordt het zo'n 17 à 18 graden, en net als vandaag en gisteren. De wind is heel rustig. Dan het weer voor de komende dagen. Vrijdag nog een enkel buitje, maar het droge weer overheerst. Er is meer zon en bij weinig wind wordt het dan 20 tot 23 graden. Dus een heerlijke voorjaarsdag. Zaterdag is het Koningsdag en dan is het weer toch weer wat twijfelachtiger. Er komen meer wolken, de wind neemt ook iets toe. De temperatuur gaat iets naar beneden, maar met 16 tot 20 graden is het nog steeds aangenaam. En de grootste zorg is natuurlijk het aantal buien. Het is nog steeds erg lastig om te zeggen. Het lijkt erop dat de meeste buien vooral later op de dag vallen. Maar helemaal zeker is dat nu nog niet. Zondag neemt de wind nog iets in kracht toe. Gaan er meer buien vallen. En als we naar de verdere trend kijken, dan zien we dat er een daling inzet. Vanaf eigenlijk al zaterdag zien we dat de temperatuur langzaam naar beneden gaat. En het dieptepunt wordt dan in de loop van volgende week donderdag bereikt. Vrijdag dus de hoogste temperaturen 20 tot 23 graden, halverwege volgende week 10 tot 15 graden. Grote verschillen dus in de loop van de week. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl